dan. Dit zijn alle deelnemers voor het grote Hardenbergs Dicté. Nou, hier zitten allemaal organisatoren, daarachter zitten de juryleden. Ik hou mijn mond dicht. Ik geef graag het woord aan Ida Klifman. Die zal ons het Groot Hardenbergs Dicté voor gaan dragen. Jullie, heel veel succes. Als je nog een papiertje nodig bent omdat je groot schrijft, even de hand opsteken. Dan volgt er zo wat nieuw papier. Maar zorg er in ieder geval voor dat je toch nog een klein beetje netjes schrijft. Met zonder veel doorhalingen, denk ik. Heel veel succes. Het woord is aan Ida. Ik lees het dicté voor, eerst in zijn geheel, dus alle 10 de zinnen, er zijn 10 zinnen, ik lees alle 10 zinnen voor, daarna per zin en per zin in stukjes. En op het moment dat ik het in stukjes voorlees, lees ik ook de leestekens, dat wil zeggen de punten en de komma's. De rest mogen jullie zelf bedenken. Ik begin met het voorlezen van het dicté. Zin 1. Bij de chique tassenwinkel stond een nieuw Parijs model van de aloude aktetas, prominent in de feeriek verlichte etalage, samen met een caduque attaché-koffer. Zin 2. Ze droomde van een Olympische roeicarrière, terwijl ze de skif op de zuidwestenwind langs de hardhouten beschoeiing liet drijven en bij een dukdalf een paar selfies maakte. Zin 3. Op het zonovergoten terras van het cafeetje aan het pieterpeuterige haventje werden België's lekkerste biertjes geserveerd door uitgelaten obers in knikkebokker met geinige strooien hoedjes op. De vierde zin. De gewiekste ladelichter hield een lamaillant betoog waarin hij zijn beklag deed over de wijdverbreide opmars van het pinnen, die hem broodeloos maakte. Zin 5. Het kokette rondemisje beweerde dat ze er, gekleed in salopet, niet op haar seksies zou uitzien en dat het bikinietje haar appetijtelijker zou staan. Zin 6. De hauterne stedenbouwkundige maakte er een janboel van door zich met een Jantje van Leiden af te maken van de speech voor de jarige Job, die, dit terzijde, Jacob heette. Zin 7. Deze bij de hand de HAVO-leerling is bij het vreemde woordendicté even hoog geëindigd als de beste VWO-leerlingen, door foutloos te blijven bij kaassoeflees, paella en cajun-kruiden. De achtste zin. De gehaaide midvoor belandde na een slim 1-2'tje alleen voor de goal en vergastte de keeper op een laconiek lopje. Vroeger kaften wij de boeken eerst, alvorens ze te laten roleren, sprak het oud-lid van de exclusieve leesclub gedecideerd. Dat was zin 9. En de laatste zin. Toen hen ter oren kwam dat ze geïnviteerd zouden worden, achten de coryfeeën zich verplicht hun enigszins exceptionele status met een hoge score te onderstrepen. Dat was het dicté. Zin 1. Bij de chique tassenwinkel stond een nieuw Parijs model van de aloude aktetas, prominent in de feeriek verlichte etalage, samen met een caduque attaché-koffer. Ik doe hem nu in stukjes. Bij de chique tassenwinkel stond een nieuw, Parijs model stond een nieuw, Parijs model
van de aloude aktetas. Prominent in de feeriek verlichte etalage, comma. Prominent in de feeriek verlichte etalage, comma. Samen met een caduke attaché-koffer. Punt. Samen met een caduke attaché-koffer. Punt. Ik lees de zin nog één keer in zijn geheel voor. Bij de chique tassenwinkel stond een nieuw, Parijs model van de aloude aktetas. Prominent in de feeriek verlichte etalage, samen met een caduke attaché-koffer. Ja, kan ik met zin 2 beginnen? Als niemand zegt nee, dan ga ik gewoon door. Ze droomde van een Olympische roeicarrière, terwijl ze de skif op de zuidwestenwind langs de hardhouten beschoeiing liet drijven en bij een dukdalf een paar selfies maakte. Nu in stukjes. Ze droomde van een Olympische roeicarrière, comma. Terwijl ze de skif op de zuidwestenwind. Langs de hardhouten beschoeiing liet drijven. En bij een dukdalf een paar selfies maakte. En bij een dukdalf een paar selfies maakte. Punt. De hele zin nog een keer. Ze droomde van een Olympische roeicarrière, comma. Terwijl ze de skif op de zuidwestenwind langs de hardhouten beschoeiing liet drijven en bij een dukdalf een paar selfies maakte. Punt. Zin 3. Op het zonovergoten terras van het cafeetje aan het pieterpeuterige haventje werden België's lekkerste biertjes geserveerd door uitgelaten obers in knikkerbokken met geinige strooien hoedjes op. In stukjes op het zonovergoten terras van het cafeetje. Aan het pieterpeuterige haventje
werden België's lekkerste biertjes geserveerd. Door uitgelaten obers in knikkebokker met geinige, strooien hoedjes op. Dus door uitgelaten obers in knikkebokker met geinige, strooien hoedjes op. Tussen geinigen en strooien. Een komma. En een punt aan het eind. Zin 3 in zijn geheel. Op het zonovergoten terras van het cafeetje aan het Pieterpeuterige haventje werden België's lekkerste biertjes geserveerd. Door uitgelaten obers in knikkebokker met geinige, strooien hoedjes op. Zin 4. De gewiekste ladelichter hield een lamaillant betoog waarin hij zijn beklag deed over de wijdverbreide opmars van het pinnen, die hem brodeloos maakte. De gewiekste ladelichter hield een lamaillant betoog waarin hij zijn beklag deed over de wijdverbreide opmars van het pinnen, over de wijdverbreide opmars van het pinnen, die hem brodeloos maakte. Punt. De zin nog in één keer. De gewiekste ladelichter hield een lamaillant betoog waarin hij zijn beklag deed over de wijdverbreide opmars van het pinnen, die hem brodeloos maakte. Punt. Zin 5. Het kokette rondemisje beweerde dat ze er, gekleed in salopet, niet op haar sexiest zou uitzien. En dat een bikinietje haar appetijtelijker zou staan. Het kokette rondemisje beweerde dat ze er, dus het kokette rondemisje beweerde dat ze er, gekleed in salopet niet op haar sexiest zou uitzien. Een rot woord om uit te spreken.
gekleed in salopet, niet op haar sexiest zou uitzien. En dat een bikinietje haar appetijtelijker zou staan. Punt. Doe zin 5 nog even in één keer. Het kokette ronde misje beweerde dat ze er, comma, gekleed in salopet, niet op haar sexiest zou uitzien. En dat een bikinietje haar appetijtelijker zou staan. Dan zijn we al op de helft. Zin 6. De Auterne stedenbouwkundige maakte er een jamboel van, door zich met een Jantje van Leiden af te maken van de speech voor de jarige Job, die, dit terzijde, Jacob heette. De Auterne stedenbouwkundige... maakte er een janboel van. Door zich met een Jantje van Leiden af te maken van de speech. Voor de jarige Job, comma. Die, comma, dit terzijde, comma. Jacob heette. Punt. Nog een keer. De Auterne stedenbouwkundige maakte er een janboel van. Door zich met een Jantje van Leiden af te maken van de speech voor de jarige Job, comma, die, comma, dit terzijde, comma, Jacob heette. Ja hoor. Ik doe hem nog even in, dan probeer ik wat langzamer. De Auterne stedenbouwkundige maakte er een janboel van, door zich met een Jantje van Leiden af te maken, van de speech voor de jarige Job, comma, die, comma, dit terzijde, comma, Jacob heette. Ga ik door met zin 7. Deze bij de hand de HAVO-leerling is bij het vreemde woordendicté even hoog geëindigd als de beste VWO-leerlingen, door foutloos te blijven bij kaassoeflees, paella en cajunkruiden. Zin 7 in stukjes. Deze bij de hand de HAVO-leerling is bij het vreemde woordendicté even hoog geëindigd
als de beste VWO-leerlingen. Door foutloos te blijven bij kaassoufflees, door foutloos te blijven bij kaassoufflees, paella en cajunkruiden. Nog één keer in zijn geheel. Deze bij de hand de HAVO-leerling is bij het vreemde woordendicté even hoog geëindigd als de beste VWO-leerlingen. Door foutloos te blijven bij kaassoufflees, paella en cajunkruiden. Ja, iedereen klaar voor zin 8? De gehaaide mid-voor belandde na een slim 1-2'tje alleen voor de goal en vergastte de keeper op een laconiek lopje. Punt. De gehaaide mid-voor belandde na een slim 1-2'tje belandde na een slim 1-2'tje alleen voor de goal en vergastte de keeper op een laconiek lopje. Punt. Nog even in één keer. De gehaaide mid-voor belandde na een slim 1-2'tje alleen voor de goal en vergastte de keeper op het laconiek lopje. Zin 9. Vroeger kaften wij de boeken eerst, alvorens ze te laten roleren, sprak het oud lid van de exclusieve leesclub gedecideerd. In stukjes, vroeger kaften wij de boeken eerst, alvorens ze te laten roleren, sprak het oud lid van de exclusieve leesclub gedecideerd. Punt. Van de exclusieve leesclub. Zit hier ook een exclusieve leesclub? G-
gedecideerd. Vroeger kaften wij de boeken eerst, comma, alvorens ze te laten roleren, comma, sprak het oud lid van de exclusieve leesclub gedecideerd. Dan zijn we bij de laatste zin. Toen hen ter oren kwam dat ze geïnviteerd zouden worden, achtten de coryfeeën zich verplicht hun enigszins exceptionele status met een hoge score te onderstrepen. Toen hen ter oren kwam, comma, toen hen ter oren kwam, comma, ja, ik mag geen letters voorzeggen, dus. Maar je kunt het verder wel opmaken uit de zin. Toen hen ter oren kwam, comma, dat ze geïnviteerd zouden worden, comma. Achten de coryfeeën zich verplicht? Hun enigszins exceptionele status. Met een hoge score te onderstrepen. Punt. De zin nog in één keer. Toen hen ter oren kwam, comma, dat ze geïnviteerd zouden worden, comma, achten de coryfeeën zich verplicht hun enigszins exceptionele status met een hoge score te onderstrepen. Dat was het dicté. Moet ik nog een keer in helemaal voorlezen? Ja? Goed, dat. Zin 1. Bij de chique tassenwinkel stond een nieuw Parijs model van de aloude aktetas, prominent in de feeriek verlichte etalage, samen met een caduque attaché-koffer. Ze droomde van een Olympische roeicarrière, terwijl ze de skif op de zuidwestenwind langs de hardhouten beschoeiing liet drijven en bij een dukdalf een paar selfies maakte. Op het zonovergoten terras van het cafeetje aan het pieterpeuterige haventje werden België's lekkerste biertjes geserveerd door uitgelaten obers in knikkerbokker met geinige strooien hoedjes op. Zin 4. De gewiekste ladelichter hield een lamaillant betoog waarin hij zijn beklag deed over de wijdverbreide opmars van het pinnen, die hem broodeloos maakte. Het kokette ronde misje beweerde dat ze er, gekleed in salopet, niet op haar seksies zou uitzien en dat het bikinietje haar appetijtelijker zou staan. De Auterne stedenbouwkundige maakte er een janboel van, door zich met een Jantje van Leiden af te maken van de speech voor de jarige Job,
die dit terzijde Jacob heette. Zin 7. Deze bij de hand de HAVO-leerling is bij het vreemde woordendictee even hoog geëindigd als de beste VWO-leerlingen. Door foutloos te blijven bij kaassoeflees, paella en cajunkruiden. Nummer 8. De gehaaide mitvoor belandde na een slim 1-2'tje alleen voor de goal en vergastte de keeper op een laconiek lopje. Vroeger kaften wij de boeken eerst, alvorens ze te laten roleren, sprak het oud-lid van de exclusieve leesclub, gedecideerd. Laatste zin. Toen hen ter oren kwam dat ze geïnviteerd zouden worden, achten de coryfeeën zich verplicht hun enigszins exceptionele status met een hoge score te onderstrepen. Nou, streep eronder. Er wordt nog even geschreven, maar ik denk, nee, ik weet het wel zeker dat het applaus voor Ida geldt. Wordt wel nog meer dan zij dit mee voorgedragen. Meneer Tiemens, ja. Mag ik u wat vragen? Hoe is het gegaan? Wel goed, maar het zijn wel wat dingen waar ik over twijfel. Ik heb wel een aantal keren moeten gokken eigenlijk. En, waar hebt u zoal over moeten twijfelen? Even kijken. Ja, Olympisch. Of dat met een hoofdletter moest of niet. Jarige Job. Job. Is het met Job met een hoofdletter? Dat wist ik ook even niet. Ja, en zo nog wat dingetjes. Hoe schat u de kansen in? Ja. Gezien mijn reputatie doe ik misschien wel mee met de beste, maar ja, ik durf niets te zeggen. Ex-winnaar, hè, bent u. Wanneer hebt u gewonnen? Ja, ik ben meervoudig oud-winnaar. Aha. De laatste 3 jaar heb ik niet meegedaan, heb ik in de jury gezeten. En nu hebben ze de oud-winnaars weer uitgenodigd, anders had ik nu denk ik ook niet meer meegedaan, maar ja. Ik denk al met al een keer of 7 dat ik gewonnen heb. Echt waar? Ja, ik weet niet precies. Ik denk zo ongeveer. Oké. Nou, er zit er vast toch nog wel een prijs in vandaag. Misschien wel. Ja. Meneer Mulder. Ja. Hoe is het gegaan vanavond? Nou, mijn oude probleem is dat ik het te snel moet opschrijven. Dus ik heb hier en daar een paar woorden niet in kunnen vullen vanwege tijdgebrek. Maar verder, de gewone dingen, dat heb ik wel aardig goed gedaan, denk ik. Wat vond u van het verhaal op zich, het dictee op zich? Ik vond het prima, omdat die regels duidelijk waren geformuleerd. Naar aanleiding van de groepen die hier waren. En hoe schat u de kansen in om te winnen vanavond? Voor mij geen enkele kans. Geen kans? Nee. Ik heb al gezegd dat het gaat me te snel en ik heb gewoon een paar woorden niet opgeschreven. Nou, en een paar andere fouten en je hebt zo meer dan 10 fouten, hoor. Maar wel een leuke avond. Ja, ik vind het heel leuk, want anders zou ik niet meer meedoen, hè. Goed zo, succes. Dankjewel. Mevrouw Chaget, de winnares van vorig jaar. Gaan we de titel prolongeren? Nou, de titel sowieso niet, want ik mag de trofee niet meer mee naar huis nemen. Maar ik heb wel mijn uiterste best gedaan. En ja, er blijven altijd wel wat onzekerheden in zitten, hoor. Waar bent u onzeker over? Welke woorden? De meest gewone dingen, misschien een 1-2'tje. Moeten daar nou accenten op? Moet er een streepje tussen? Is het één woord? Zulke soort dingen. Mid voor. Met of zonder streepje ertussen? Ik weet het niet. Geen nul fouten? Nee, vast niet. Dat heb ik nog nooit gehad. Hebt u het groene boekje helemaal uitgeplozen in voorbereiding op deze avond? Nee. Nee? Dus zo dringend was die behoefte ook niet om te winnen? Ah, nee, dan wordt het zo gekunsteld. Ik doe mijn dagelijkse portie taal en dat moet genoeg zijn. Nou, we gaan het zien en horen straks. Succes!
Merte en Iris hebben we hier. Vechthal College? Ja. Aha. En hoe vonden jullie het dicté? Wel erg lastig. Het was pittig, ja. Maar wel leuk om te doen. Leuk. Anders. Ja. Hadden jullie al eerder meegedaan? Nee, dat was voor mij de eerste keer. Ja, voor mij ook. Oh, oké. Okay. En wat vonden jullie moeilijk woord bijvoorbeeld? Koketten, salopetten. Ja, je gaat veel te ver nadenken als je elk woord opschrijft. Dan denk je, zal je ook nog iets achter zitten? Ja, dat klopt inderdaad wel. Hoe schat je de kans in om te winnen misschien? Niet zo groot. Niet zo groot? Nee, we blijven hopen natuurlijk. Maar is het nou zo dat je zegt van, oh, ik ga dit volgend jaar weer doen? Of eenmalig? Ik vind het wel leuk, dus de kans zit er wel in zeker. Ja, voor mij ook wel. Ik vind het ook heel erg leuk. Ja, toch? Ja. Maar in welke studie doen jullie? Willen jullie iets met taal gaan doen later? Of weet je dat nog niet? Nee, ik ga denk ik niks met taal doen. Maar ik wil rechten gaan studeren, dus dan heb je wel met taal te maken natuurlijk, maar het is niet het grootste onderdeel ervan. Nee, precies. Oké, nou, ik zou zeggen succes ermee. Nou, hier hebben we denk ik het super trio van Gredanus College, of niet? Ja, als ik het wel doe, ja. Ja, zeker. Ja. Is het goed gegaan vanavond? Eigenlijk niet. Ik had wel, het was wel pittiger dan ik dacht. Ja. En wat vond jij? Ja, ik vond het wel moeilijk, maar ik weet niet, misschien wel. Nou, ik zie inderdaad ook wel. Ik denk dat het wel goed is gegaan. Ja, en wat denk jij, wat is goed in jouw beleving? Hoeveel fouten vind jij goed? Rond de 15 denk ik, maar ik denk nog wel een stuk meer, maar rond de 15 zou ik goed vinden. Oké, en hebben jullie al vaker meegedaan of is dit de eerste keer? Eerste keer. Ja, voor mij ook. Jullie ook. En stop meteen de laatste keer of volgend jaar weer? Dat zien we nog wel. Je weet het nog niet? Nee. Oh, ik vind het wel leuk. Ik weet nog niet. Ja, ik vind het ook wel leuk. Ik zie het nog wel. Ligt eraan of ik volgend jaar weer gevraagd word. Nee, jullie zijn nu gevraagd om mee te doen. Niet zelf aangemeld. Nee. Niet via de voorronde, nee, zeg maar. Er stond niks op school zodat je aan kon melden. En van een dictee. Oh, oké. Okay. En gaan jullie een van jullie winnen misschien? Nou, denk het niet. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, ik denk dat het niveau te hoog is. Ja, toch? Ja. En in welke klas zitten jullie? Klas 4 VWO. 4 HAVO. Ik ook 4 HAVO. Oh, dan dat is toch al een behoorlijk niveau, dus dat moet toch lukken. Maar als je het vergelijkt met andere mensen die er zitten, denk ik van, nou. En welke mensen bedoel je dan? Nou, de echte hardcore mensen die in de zaal zitten, die er heel vaak hebben meegedaan. Kan je daar een naam van noemen? Geen idee, maar die oude mensen. Die oude mensen. Daar kan je niet tegenop. Nee. Ex-winnaars. Oké, maar jullie. Die jongen die vorig jaar gewoon heeft, is denk ik wel heel goed. Die van het vechtalcollege. Oké, je denkt dat je je daar niet mee kan meten? Ik weet niet. Het zal lastig worden, denk ik. Ik denk dat hij heel goed hierin is. Maar jullie hebben zo te zien wel een leuke avond in ieder geval. Ja, wel gezellig. Mijn naam is dus André van Sek en ik wou me op deze manier even voorstellen. En als er, zoals Jan net vroeg, sprake is van klotsende oksels, dan heb ik dat op mijn geweten. Daar wou ik aan. Slaap je van, maar goed, dan gaan we naar de eerste zin. Ja, de chique tassenwinkel. Chic met Q-U-E. Er was toch altijd, als je op school zat, ja, dan was alles wat je het eerste opgeschreven hebt, was goed, hè? En wat hebt u ervan gemaakt dan? Ja, S-J-I-E-K-E. Ja. Ik dacht, dat is zo ouderwets, dat past niet goed. Ja, nee, maar in het groene boekje staat toch echt gewoon chique op deze manier geschreven. En dan de volgende val om in te trappen was het Parijse model. Parijs model zonder apostrof, want Parijs is hier geen. Er zit tussen Parijs en model geen bezitsrelatie. Maar het is een bijvoeglijk naamwoord. Want als je zegt het Parijse model, dan gaat het gewoon mee zoals een bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig naamwoord correspondeert. Dus hier geen apostrof. Als het Parijse tas.
Ja. Nee, het is een nieuw Parijs model. Ik probeer gewoon eens even straks naar de mensen toe te lopen wanneer er vragen zijn. Ja, is goed, Jan. Want dat wordt hard lopen voor mij af en toe. Ja, dat is goed Uw voor je. Uw vraag, ook voor de tv. Het ging net even over het Parijse model met de ER achter. Moet in dat geval Parijs met een hoofdletter? Ja, Parijs blijft dan met een hoofdletter. Parijs blijft altijd met een hoofdletter. Een aardrijkskundig bijvoeglijk naamwoord, blijft Parijs met een hoofdletter. Als u even een beetje naar mij toe komt, kom ik naar u toe en dan kunnen we het heel duidelijk vertellen. Als er nou Amsterdam had pas geweest, dan was het Amsterdams model geweest. Hoofdletter, kleine letter? Oh, maar dat apostrofgeval. Ja, maar dan is er nog sprake van, maar ook niet van een apostrof hoor, dan is er nog sprake van een bijvoeglijke naamwoordrelatie. Dan gaat de S eraan, ja. Nee. Geen komma erachter? Nee. Helaas. Ik kan misschien even ter toelichting, het voert iets te ver om hier heel erg diep op in te gaan, want dan zitten we hier vanavond nog wel even. Maar als u kijkt op de website van Onze Taal en intikt Parijs model, dan is deze kwestie, wordt daar haarfijn uitgelegd. Als we vanavond thuis zijn, doen we dat even. Ja. We gaan verder. De aloude, dat is één woord. Aktetas zonder verbindings-en. Omdat het actus is, het meervoud. Feeriek is eigenlijk een klassiek dictéwoord. Feeriek, fee met dubbel E en dan riek met een trema op de E erachter. Het lijkt allemaal zo eenvoudig. En dan de verlichte etalage met 1T uiteraard. En dan caduc, ja, ook al zo'n woord waarvan je denkt van, hoe ingewikkeld kun je het schrijven, maar het is heel simpel, caduc. Een eigen gedachte, OE of zo. Ja, je kan van alles denken, maar... En attaché-koffer weer net als actetas, omdat attaché ook een woord is dat een S in het meervoud heeft, schrijf je attaché-koffer met aan elkaar, zonder verbindings-en. Ik kijk even naar de voetballers, want die zitten wel erg rustig op hun stoelen. Die komen straks in actie bij die zin over het voetballen. Vragen over deze eerste zin? Allemaal duidelijk? Ook voor Bart? Ja, ik heb attaché koffer met twee E's geschreven. Omdat ik... Ja, ik weet niet waarom eigenlijk. Maar met twee E's en dan een accent die ik nu op de eerste E. Maar ja, misschien omdat... uit de Frans komt, ja. Dat noem je een dichterlijke vrijheid, maar het groene boekje laat dat niet toe. Dat is, ja. Weer wat geleerd, een dichterlijke vrijheid. Hartstikke mooi. Andere vragen, opmerkingen? Gaan we over naar de volgende zin. Ja. Ja, dit is enigszins geënt op onze streekgenoten die toch... een medaille op de Olympische Spelen wist te behalen. Olympische roeicarrière. Olympische hier met een kleine letter. Olympisch schrijf je alleen met een hoofdletter als het verwijst naar de berg Olympus in Griekenland. Dus als het een aardrijkskundige verwijzing is, maar in dit geval is het een verwijzing naar de Spelen en is het een kleine letter. Ik zie Martin kijken. Martin kijkt een beetje met een grimas. Ik dacht dat Olympische Spelen als eigen naam met twee hoofdletters geschreven worden. Ja, maar daarin verwijst Olympisch dus wel naar de berg Olympus. Maar dit Olympisch verwijst niet naar de berg Olympus, maar naar de Olympische Spelen. Duidelijk. Ja, sorry, ik... Ook dit zijn kwesties overigens. De site van Onze Taal is echt een fundgrube voor taalliefhebbers. Want je kan elke kwestie kun je daar een basiswoord intikken en je krijgt meteen alle ins en outs. Funkelflüge? Fundgrube.
Hoe schrijf je dat nou weer? Voetkoen. Ja, dat is een Duits woord. Dat gaan we nou hier niet doen. Dat, ja, nee, maar een schat, wat is het? Iets waar je schat graaft. Ja. Een Duitse. Gaan we verder, ja, denk ik, hè? We zitten hier vlak bij de grens, Jan. Ja, ja. Ja, heel goed. Ja, toch? De skiff, Engels woord, een eenpersoons roeiboot, zeg ik maar even heel ordinair. Zuidwestenwind, één woord. Aan elkaar geschreven. Hardhouten, aan elkaar geschreven en T-E-N aan het eind. Beschoeiing, twee i's en geen trema. Want er is geen sprake van die klinkerbotsing. En dan de dukdalf. Misschien een vreemd woord voor sommigen. Een dukdalf is zo'n, als je bij een brug aankomt varen, dan staan er vaak links en rechts van, van de brug staan van die grote meerpalen. Zo in zo'n clustertje van vier bij elkaar. En dan kun je dan even aanleggen totdat de brug open gaat en ga je weer verder. Die hebben we hier in de haven ook. Okay. Zaterdag komt Sinterklaas daar al weer. Oké, goed. De dukdalf. Maar misschien is het toch in dit verband wel even leuk om te zeggen waar het woord vandaan komt. Dat is een beetje etymologie. Het woord is afgeleid van duc d'Alve. Oftewel, de hertog van Alva. Dan begint bij iedereen natuurlijk wel een belletje te rinkelen. Ik zie iedereen knikken. En de hertog van Alva was de grote tegenstander van onze prins van Oranje in de 80-jarige oorlog. En de watergeuzen vonden het leuk om met hun schepen, want je botst nogal flink tegen zo'n dukdalf aan, die vonden het leuk om die dingen dukdalf te noemen, want dan dreunden ze tegen Alva aan. Oh, sorry. Dan zou je een ja, C verwachten. Ja, ja. Bij de dukdalf, maar dat is dus niet zo. Nee, het is helemaal van Nederlands. Dit is de etymologische achtergrond ervan. Het is helemaal van Nederlands. Ja. Dit wordt onthouden. Ja. Oh, sorry. Ja. Ja. Nee. Ik weet niet of er vragen zijn. Nee, er was nog geen vraag. Ja. Maar selfies was zo vanzelfsprekend, dacht ik. Maar uiteraard, hè. Als je hem zo ziet, dan zeg je toch van, ja. Had je hem goed? Je had hem goed. Dat is de moderne tijd en we maken allemaal selfies tegenwoordig. Hebben jullie al selfies gemaakt hier? Nog niet hier. Komt zo wel, heel goed. Even kijken, want voordat we verder gaan, we zijn natuurlijk ook benieuwd voor de mensen op de tribune hoe het daarmee staat. Hoeveel fouten op dit moment? 5. Meneer Boerman 4. 0. 2. 1. Gaat goed, hè, aan die kant. Hoe is het aan de andere kant? 5. 7. 3. Al 3 fout. Zo, moet kunnen. Aan die kant. 4. Daar hebben we op dit moment 1 fout. Heel goed. Tussenstanden altijd leuk, hè. Straks krijgen de deelnemers te horen hoeveel fout zij hadden. Dus, over naar de volgende zin. Ja, het is anoniem, ik ga niet vertellen. Nee, ja. Maar er wordt zo dadelijk wel verteld wie van jullie, van de groep voetballers, het beste was. Dus dat is alleen maar leuk voor. Ja. We gaan over naar de volgende zin, André. Dan gaan we naar het zonovergoten terras. Van het cafeetje. Met dubbel E. Aan het pietepeuterige haventje. Werden België's lekkerste biertjes geserveerd. Hier is dus die relatie tussen België en biertjes wel een bezitsrelatie. En plakken we de S achter België aan en is het één woord. Ik had zelf gedacht Belgisch, gewoon ISCH. Toch? Ik was niet de enige. Gelukkig maar, dat is dus wel zo'n instinctie daar. Onze Neerlandicus, hè? Dat moet ik wel even zeggen. Die zit met zijn. Gaat het nog? Even gewoon, Hans, gaat het nog goed? Een paar fouten heb ik wel, ja.
Toch wel. Nou, we horen straks wel verder. Belgisch is dus zo'n woord waarvan je zegt... Lekkerste biertjes, Belgiërs. Belgiërs, lekkerste biertjes. Door uitgelaten Albers in Knickerbocker. Met geinige, korte ei, strooien, hoedjes op. Knickerbocker. Als er een S achtergeplakt is... Er is voorgelezen, op zichzelf is het niet fout, maar er is voorgelezen in Knickerbocker. Dus dat zou ik dan toch ook wel willen zien, ja. Knickerbocker, enkel fout. Korte broek is dat toch, of niet? Ja, nou, nee, kniebroek. Ah, dat is voor mij ook een korte broek. Oh, nee, dat is geen knickerbocker, maar, je hebt wel een rok aan. Ja, ja zo. Goed. Vragen over deze zin. Meneer de docent, u bent ook erg rustig. Ja, dat klopt. Maar ik wil altijd ophouden. Een mooi excuus. Als er verder geen vragen zijn over deze zin, dan gaan we naar de volgende. Gaan we over naar zin 4. Ja, nou. De gewiekste ladenlichter. Hield een larmoyant. Wat is larmoyant? Larmoyant is klagelijk, klagend. Larmoyeren, ja. Gebruiken jullie... Even kijken, Albert, jij als adviseur, hè, we kunnen net al gekscherend moeilijke teksten. Gebruik je ook wel eens zo'n woord, larmoyant? Nee, dat heb ik nog nooit gebruikt. Nee, ik vind het wel een heel mooi woord, maar dat is ook het enige woord wat ik fout heb geschreven in deze zin. Nee, dat heb ik nog nooit gebruikt. Nee. Goed zo. Hou dat ook vast. Ja hoor. Larmoyant betoog, we gaan verder. Waarin hij zijn beklag deed over de wijdverbreide, één woord, opmars van het pinnen, die hem broodeloos maakte. Omdat hier, broodeloos samengesteld is uit een zelfstandig naamwoord plus een suffix, suffix noem ik het. Maar goed, het is geen zelfstandig naamwoord in elk geval, het is een aanhangsel. Is het dus niet broodenloos, maar broodulloos, zoals ook wolkeloos, zorgeloos en enzovoort. Gewoonloos. Gewoonloos. Daar was laatst. Hopeloos. Hopeloos. Ja, klopt ook. De voetballers komen nu, hè? Ja, die komen nu. Ja, we komen in de buurt. Hopeloos. We komen in de buurt van de keeper. Ja. Vragen daarover, over deze zin? Ja. Wie riep ja? Ik kom even naar u toe. De jury is nog steeds druk bezig en we hebben nog wel even tijd. Even kijken, als er iets naar voren komt, dan kom ik ook iets die kant op. Waarom is het ladenlichter en niet ladenlichter? Omdat van laden zijn er twee meervoudsvormen mogelijk. Je kan zeggen laden en ladus. Maar omdat het ook mogelijk is om ladus te zeggen, krijg je hier niet die verbindings-N. Dat is hetzelfde wat we hadden dus bij de aktetas en de attaché-koffer. Maar je hebt toch ook actus en acten? Ja, maar daarom zeg je aktetas. En hier is het lade lichter. Ja, het is dezelfde, dezelfde constructie. Oh. Ja. Ja. U mag niet zo boos kijken hoor. Ja. Ja. Chris? Ja. Ja, sorry. Verder nog vragen? Geen vraag. Hoe zit het met die ene fout? Je gaat omhoog. Hoe is het verder met de fouten? 4 is 6. 6. Minder dan 4? Sta je nog steeds op 3? Je staat op 4. Oh, ik zeg niks. Ik heb daar geen oordeel over. Aan die kant 4. Nog steeds. Ik stel voor dat we naar zin 5 gaan. Zin 5 gaan.
Dat is het pikante deel van het dicté. Even centraal, jongens. Ja, ik begrijp dat dit even wat... Coquet. Coquette, ronde misje met dubbel S. Gekleed in salopet, maar dan schrijf je salopette. En dan sexiest. Ik moet eerlijk zeggen, ik keek er ook even van op. Maar het is gewoon sexy, sexier met ER en sexiest. Zo simpel als je het maar kan bedenken. Dus ik zou ook, ik moet eerlijk, dat geef ik grif toe, ik val soms ook van de ene verbazing in de andere. Ik zou daar ook met apostrof of wat ook gewerkt hebben, maar dit is de schrijfwijze volgens het groene boekje. Dan, toch fout, zegt Henk. Toch fout. Die woorden, die spreek ik niet meer uit. Maar goed, maakt niet uit. Eén fout dus nu. Wel één fout, zegt hij. Goed. Dat bikinietje. Als iemand met het woord bikinietje aan het eind van de regel beland zou zijn... en het afgebroken had met een streepje ertussen en tje op de volgende regel... dan zou het bikini met enkele e zijn... streepje en dan tje op de volgende regel. Maar gewoon als één woord is dit de schrijfwijze. Ja, ik zit met dat nietje zit ik een beetje te... Zit ik ook wel eens. De centerfold, denk ik dan, ja. Ja. En appetijtelijker, afgeleid van het Franse appetit, smaak, wat is het, eetlust. En appetijtelijker... Ik ga maar wat vragen stellen, want wat is nou koket? Koket? Kleine kokette Katinka. Ja, maar ik heb dat wel eens gezongen vroeger. Oké, dat is... Maar ik realiseer me dat ik dan eigenlijk niet meer weet wat koket nou eigenlijk is. Hoe ziet dat eruit? Een beetje ondeugend. Oh, een beetje ondeugend. Ja. En in de pauze, toen werd er ook veel gesproken over salopet. Ja. Wat is dat? Want die, hebben jullie nu... Ja, dit is zo'n tuin. Oh, jullie wisten het wel. En jullie lezen ook veel. Onze leesclub. Wie wist niet wat een salopet was? Gelukkig. Ja. Dus dat is ook een broek met... Een broek met een borst. Met hupsels. Ja. Feministisch uniform. Dat was in de jaren 60. Ja. Oké. Vraag. Ja, ik kom wel even naar je toe. Altijd boeiend, hè? Jan, vind je het nog leuk? Ja, hè? Ik vroeg me af waarom het niet kon koket met C-O-Q-U-E-T-T-E. Ja, dat zou misschien best kunnen, maar zo staat het niet in het groene boekje. Ja. Ja, ik bedoel, het lijkt een beetje een laffe verklaring, maar dat is nou een keer zo. Het is niet anders. Ja. Hoeveel fouten zit je nu? 6. 5. Minder dan 5? Nu? Op dit moment? Niemand? De jury is bijna zover, dat is mooi. We gaan gewoon verder. Over naar zin 6. Dan gaan we naar de Hautaine stedenbouwkundige. Hautain, hooghartig. Stedenbouwkundige, want het is steden en bouw is allebei zelfstandig. Bouwkunde is allebei hier een zelfstandig naamwoord, dus een tussen-en. Maakte er een Janboel van, één woord, kleine letter. Door zich met een Jantje van Leiden, en dat is dan weer met streepjes, maar wel een kleine letter. Af te maken van de speech voor de jarige Job. En toen ik dit had geschreven, dacht ik, ja, ho even. Veronderstel dat iemand zegt van, ja, maar die man heette Job. Dan zou het met een hoofdletter zijn. Dus ik heb daar een klein appendixje aan vastgeknoopt. Die man heette Jacob. En dan is jarige Job met een kleine letter. Ik hoorde hierachter Kees iets zeggen...
waar hij zelf niet vrolijk van werd. Wat zei je? Vreselijk, zei ik. Ik ben geboren in de buurt van Leiden. Dan zou je denken, Jantje van Leiden, dat gaat wel goed dan natuurlijk. Maar daar heb ik dus 3 fouten in 1 keer. Vreselijk. Nou, misschien dat een echt... troost. Iemand kan in 1 woord maar 1 fout maken. Dat is... ja, dus 1 fout. Ja. Dus dat valt reuze mee. Ja. Wie heeft er nog prangende vragen over deze zin? Cora. Mag Jacob niet met een K? Ja, Jacob mag met een K, wordt goed gerekend. Ja, want als je naar geboortekaartjes kijkt, dan zijn persoonsnamen helemaal vogelvrij wat schrijfwijze betreft. Jacob mag met een K. Hoe zit het met het publiek? Allemaal nog een beetje vrolijk? Hoeveel fouten op dit moment? 10? 10? U telt niet meer. U bent ook rustig. Minder dan 10. Daar, de dames, de jeugd, hoeveel? 5. Gaat goed, gaat mooi. Meneer Boerman? 11. Zit in de middenmoot. Gaat goed. Ik stel voor dat we overgaan naar de 7e. Dit was ook een hele leuke. Bert Nonkus die zegt, ik ben zelf docent, maar hoe schrijf je nou ook weer HAVO-leerling? Nou, hier komt-ie. Laten we maar even beginnen met dat bij de hand. Hè? Want het is natuurlijk bij de hand met een D. Maar zodra je gaat verbuigen, dan is het bij de hand te met een T. Dan de HAVO-leerling. En dan nemen we gelijk even die VWO-leerlingen bij de kop. HAVO-leerling, dat is 1 woord. En VWO-leerlingen schrijf je met een streepje ertussen. Omdat HAVO weliswaar een woord is dat uit een afkorting voorkomt, maar je spreekt het als een woord uit, HAVO. Dan is leerling gewoon eraan vast, dan koppel je het zonder streepje. VWO spreek je uit als letterwoord, als VWO, en dan schrijf je weer wel een streepje. Er is een mogelijkheid, het groene boekje biedt die mogelijkheid, die geeft een schrijver de vrijheid om, als je denkt dat je lezer bij een woord in de problemen komt, dan mag je vrijelijk met streepjes werken. Dus theoretisch zou je hier HAVO-leerling mogen zetten, maar het groene boekje zelf geeft HAVO-leerling als 1 woord. Je hebt een hele dringende vraag. Zou VWO en HAVO dan ook met hoofdletters mogen omdat het een afkorting is? Of? Nee, staat zo niet in het groene boekje. Nee, is heel helder. Ja. Waarom is het dan? Ja, dat in het boek, ja, dat weet ik niet. Dat is wel een groene boekje. Bart weet het. Bart heeft het net uitgelegd, maar André heeft het ook uitgelegd. Wie andere vragen? Ja. Eke. Ja, vreemde woorden dicté. Waarom staan daar geen streepjes tussen? Tussen vreemde en woorden. Ik ben ervan uitgegaan dat het een woord is dat iedereen gewoon kan lezen. Als ik ervan uitgegaan was dat je daar problemen mee zou hebben kunnen krijgen, dan zou ik bijvoorbeeld tussen vreemde en woordendicté een streepje kunnen zetten. Eventueel kan ik het optuigen met 2 streepjes, gezien die regel die ik net citeerde uit het groene boekje. Maar ja, dan ziet een woord er niet meer uit, vind ik. Dan, en bovendien, als je het wil doen, ja, dat, ja. Bovendien geef je dan eigenlijk door zo'n streepje geef je een inschatting van je lezer. Nou ja, die schat ik niet te laag in dit geval, dus ik zet dat streepje daar niet neer. Maar goed, het mag, theoretisch mag je dat doen. Als je dat denkt dat dat beter overkomt, dan ben je daar vrij in. Ja. Gerustgesteld. Mooi zo. Als er geen verdere vragen zijn, gaan we over naar zin 8. Moeten we de kaassoufflé en de pijl, ja, en de ketchupkruiden, geen vragen daarover? Maar Elja wordt ook even gevraagd, dat waarschijnlijk om, moeten daar geen puntjes boven of niet, denk ik. Ja.
Als er bij vreemde woorden dicté wel een streepje tussen mag eventueel, ja, waarom mag dat dan niet bij HAVO leerlingen? Ja, mag wel. Dat mag ook. Jawel, jawel, jawel. Ja. Ja. Tjoe, ook dat is gelukkig. Paella is ook een vraag, hè? Ik kwam al... Je hebt die puntjes op de E. Ja, dat zou je als het, als het ver Nederlands zou zijn, dan zou je dat inderdaad moeten doen. Maar het woord wordt kennelijk nog als vreemd woord beschouwd en wordt dus op de Spaanse manier geschreven. En dit is de Spaanse manier. En in het groene boekje, ja, het wordt een beetje een dooddoener, maar daar kom ik weer. Maar in het groene boekje staat het als paella op deze manier. Goed uitgelegd, hè? Heel mooi. Gaan we naar de volgende zin, denk ik dan. Zin 8. Dan komen we bij de voetballers. Ja, nou jongens, nu ga je toch rechtop zitten, hè? Spontaan ga je rechtop zitten, denk ik, als je een voetballer bent. Niet? Met voor, belanden met dubbel D. Na een slim 1-2'tje. En dat moet op deze manier geschreven worden en niet anders. Niet met, met accenten als één en ook niet aan elkaar. Het is, dit is de schrijfwijze. Hij kwam dus alleen voor de goal en vergaste de keeper. Hij onthaalde of vergaste de keeper op een laconiek lopje. Vergaste dus met twee T's, anders wordt het heel vreemd. En Lopje met B. Even een reactie van Marieke. Ja, volgens mij heb ik alleen Lopje fout. Wat heb je van Lopje gemaakt? Een P'tje erop? P, maar ik durf niet met zekerheid te zeggen. Geeft niks. En de 1-2'tjes, was dat nou ook voor jullie makkie? Wie heb je fout? ik herhaal even. Wij doen met de veteranen altijd driehoekjes. De 1-2'tjes, dat zit er niet meer in, kennelijk, bij de veteranen. Oké. Als er verder geen vragen zijn, opmerkingen zijn, dan gaan we over naar de voorlaatste zin. Pardon, wel. Sorry. Even kijken, Filip. Over mid voor. Mid is ja dan toch een afkorting. Een soort middenvelder. Mid voor wordt gerekend als één zelfstandig naamwoord, zonder verder, ik begrijp wat je bedoelt, als je gaat, het opgaat, het is iemand die midden voor staat. Maar dat mid voor is zo ingeburgerd als dit woord, dat zo is het in het woordenboek terechtgekomen en zo wordt het gebruikt. Als mij zegt, dan komt het ook in het groene boekje. Ja. Ja, maar als je maar lang genoeg, want dat is natuurlijk, dat is taal. Als jij maar lang genoeg een bepaald woord erin hamert en het vaak genoeg gebruikt en een groot genoeg podium hebt om het te laten, dan wordt het een woord en dan gaat het gebruikt worden. Ja, zo werkt het. We gaan over naar zin 9. Dan komen we dus bij de leesclub. Gaan we even kijken hoe jullie reactie nu is. Vroeger kaften wij de boeken met twee T's. Alvorens één woord. Ze te laten rouleren, dat zal niet echt een probleem gegeven hebben. Rouleren schrijf je met OU. Sprak het oud lid, en dat moet echt oud streepje lid zijn. Van de exclusieve met XC leesclub gedecideerd. En, dames van de leesclub, wat zegt u? Lijkt aardig goed. Nee, maar dat hoef ik niet. Dat hoef ik niet. Oud lid ook goed, streepje ertussen. U niet, maar Dirkje wel. Geen streepje. De leesclub. Leuk. Hoe zit het met onze ervaringsdeskundigen? Geen nulfout. Goed zo, gelukkig weer eens een keer goed hebben. Hoe zit het op de tribune? En hoeveel fouten op dit moment aan die kant? 14. 12. 18. Aan die kant? 9.
Pardon, 22 en 6. 6. Zo. Dan gaat de goede kant op. Ik kijk rond en ik zie niet meer dat er vragen zijn. Dan gaan we over naar de laatste zin. En daarna gaan we over naar de prijsuitreiking. De laatste zin. Dat is de zin met de coryfeeën. Toen hen ter ore kwam. Dat is een staande, een vaste uitdrukking. Ore. Dat ze geïnviteerd met een trema zouden worden. Achten met twee t's. De coryfeeën zich verplicht. Hun enigszins... klassiek dicteerwoord, enigszins exceptionele status, met een hoge score te onderstrepen. Coryfeeën met een dubbel E-E-N, omdat de nadruk dus echt op... Of omdat coryfee en dan coryfeeën. Allemaal goed? Bijna. Bijna. We hebben hier een vraag. Kijk, Iwan. Wat is coryfeeën? Wat een coryfee is iemand die heel erg in de belangstelling staat, die gevierd wordt. Een coryfee, ja, Cruijff bijvoorbeeld. Is het dan niet een naam? Het is geen naam. Ferdinand zegt, hij denkt aan Corrie en de Rinkels. Ja, nou, dat zou kunnen. Die kennen ze niet meer hoor, dat is ook onze tijd. Goed, we kijken ook naar de tijd uiteraard. We willen toch rond de tijd van 10 uur willen we stoppen. En ik zou willen vragen om een enorm applaus te geven aan André van Stek. Degene die het keurig voorgedragen heeft. Dank u wel. En ik heb me laten vertellen, André, dat je hier enige maanden zoet mee bent. Het is niet achter elkaar, maar je moet dat wat spreiden in de tijd. En wat, ja. Zeer bedankt. Dankjewel. Wij gaan over naar de prijsuitreiking. Dan gaan we even kijken. En voordat we dat in de tussentijd, kan ik wel in ieder geval vertellen dat dit alleen maar mogelijk gemaakt kan worden door uiteraard een aantal sponsoren. Dat zijn om te beginnen met de gemeente Hardenberg, die deze zaal zomaar ter beschikking gesteld heeft. Geweldig. Ja. De griffier Frank Drosten, niet aanwezig, maar de dank wordt wel overgebracht door Jan. Ook voor hem het applaus. Weekblad De Toren. Boekhandel en uitgeverij Heink. Bloemenboutique De Smitsen. En de bibliotheek Hardenberg. We hebben heel wat prijzen te verdelen en we beginnen zo dadelijk met de eerste prijs. De hoofdprijs gaan we er als eerste uitdoen. Gaan we die er eerst? Gaan we de eerste prijs voor de leesclub, de prijs voor de ex-winnaars, de prijs voor de studenten met een wisseltrofee. We hebben natuurlijk ook nog voor de deelnemers aan de toren twee keer een prijs. Hebben uiteraard ook nog voor de voetballers. Corrigeer hem maar even. Ja, het beste uit de bus gekomen is. Ja. Maar weet wel, meedoen is belangrijker dan winnen. Even kijken. Volgens mij hebben we daar iemand die als beste uit de bus gekomen is. Hè? Want hoeveel fout had je nu uiteindelijk? Pardon? 7. Wie heeft er minder dan 7 fout? Dan mag jij ook naar voren komen, daar beginnen we gelijk mee. Dat gaan we wel even doen. Want we hadden een verrassing, daarom was het ook goed dat iedereen het gewoon even goed bij ging houden. Maar we hebben ook een prijs voor... Eén, ja, gelijk geïnterviewd. Ja, dat is voor de geschiedenisboeken. Nu is ze coryfee. Gaan we even vragen wat jouw naam is? Celine Koster. Celine Koster en jij bent van een van de scholen? Ja, van het Vechtdouw. Van het Vechtdouw College. Heel erg gefeliciteerd, je krijgt het boek overhandigd. Heel fijn, hartstikke mooi. Dus die prijs hebben we in ieder geval weggegeven. En dan moeten we naar de jury toe. Ja, wacht even Jan, want ik ga jou corrigeren. We gaan niet beginnen met de overall hoofdprijs, maar we gaan beginnen met de groepen. Jij bent ook de baas. De beste van elke groep. Dan gaan we beginnen met de voetballers. Hey. En van de voetballers was Lana Ardèche de beste.
Lana Ardèche. Maar we gaan niet vertellen hoeveel fout ze had, hè? We gaan nog niet vertellen hoeveel fout ze had. Nee, gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee, nee. Lana, nee. Kom maar naar voren. Want als we nu bekend gaan maken hoeveel fouten ze had, ja, dan weten we ook straks wie al gelijk nummer 1 geworden is. Dus ik stel gewoon voor dat Lana daar ergens hier gaat staan. Lana, je mag van harte proficiat, je mag hier gaan staan. Want dan moeten we straks bekend gaan maken wie er als beste van jullie uit de bus gekomen is. André, we gaan over naar... Dan gaan we naar de, naar de torenlezers groep A. En daarvan is de beste Albert van Uyl. Albert van Uyl. Ook hij krijgt de prijs overhandigd. Ga je die gelijk al geven nu? Want dan weten ze straks hoeveel fout ze hebben. Ja, dat is niet de bedoeling. Nee, 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 want we moeten zo dadelijk bekend gaan maken wie hier de eerste prijs heeft. Jij weet het al, hè? Die doen we gewoon terug. Je zegt niks. Zo. Ja, want anders dan moet de spanning toch een beetje opvoeren, hè? Albert, je mag daar naast gaan staan. Dan, André. Ja, we maken het wel spannend op deze manier. Zeker. Dan gaan we naar de beste. Naar de beste van de torenlezers groep B. En dat is Gert Hamberg. Gert Hamberg. Hallo Gert, triomfantelijk komt hij naar voren, neemt de prijs in ontvangst. En ook daar, Gert, kun je vanavond niet thuiskomen. Maar misschien nog wel mee, met meer. André, de volgende. Dan gaan we wachten even met de scholieren, want dat is een speciaal geval. We gaan eerst even nog naar de beste coryfeeën. En dat is in dit geval een Cora-fee. Cora, de Cora Schikets. En Cora denkt niet mee voor de hoofdprijs. Nee. Maar ze krijgt straks wel in ieder geval haar score mee. Kijk eens aan. En dan gaan we over naar... Dan gaan we over naar de scholieren. Groep, hè? Naar de scholieren. Of ga je nu naar de scholieren? Of ga je over... Nee, we gaan nu naar de scholieren. En de leesclub. Oh, sorry. Ja. Ik was jullie niet vergeten. Ja, ik ben in staat om echt alles in de war te sturen. Dat is mijn makke. Maar goed, ik ga dit goed maken. We gaan eerst even naar de leesclub. Daarvan is de beste Gree Haandrikman. Gree Haandrikman. Vooraf zei ze, ik heb niet zoveel met taal, met schrijven. Wel met taal, met lezen heel veel. Maar toch, de beste van de leesgroep. Nou. Helemaal geweldig. En dan gaan we naar het moment. Dan gaan we naar de scholieren, ja. Voor de studenten, want dan gaan we ook gelijk bekendmaken wie de wisseltrofee mee naar huis mag nemen van de studenten. Dat sowieso. De eerste prijs, of de beste scholier, die prijs, gaat naar Iris Hulshoff. Iris Hulshoff. Van het... En Iris is van het Vechdal College. Dat wil dus zeggen dat de wisseltrofee meegaat naar het Vechtal College. En dan moeten we het even goed organiseren. Want nu is het even zaak dat we... jullie staan nu namelijk een beetje achter. Want jullie komen nu in het middelpunt van de belangstelling te staan. Dus jullie mogen iets naar voren. Misschien dat jullie iets kunnen opschuiven zodat ze er niet voor staan. Want we gaan natuurlijk nu bekendmaken wie 3, 2 en 1 geworden is. We gaan nu eerst de derde prijs bekendmaken. Ja, als we zomaar even blijven staan. Dan mag er ook verteld worden hoeveel fouten er gemaakt zijn. Toch? Dat hebben we wel gezegd. Van deze gaan we de fouten. De derde prijs. Wacht. Denk je dat je het gewonnen hebt? Nee. Jij, Albert? Kom redelijk in de buurt, denk ik. Cora, ik moet jou overslaan. Maar... Eerste prijs voor de beste groep heb ik niet meer. Veel fout? Nou, ik heb dingen verkeerd geteld. Ik had het niet verwacht. Ja. We gaan het meemaken. Oh, nee. Die groep... Hoe zit jij erbij? Nou, anders niet. Nee. De beste groep. Nee? Een jij? Ik denk het niet. Spannend. En voor jou? Vast niet. Vast niet. Bescheidenheid zie je de mens. De jury. Er is nog even overleg. Er is nog even overleg. De beste groep.
Oh, de beste groep. Oh. Dan kunnen we dat even snel bij elkaar optellen? Ja. We gaan ze even op. Eén ogenblikje. Nou, het gaat nog wel. Hebben ze nog op groep? De spanning die is om te snijden voor ons allemaal. De jury gaat dus nog even in overleg om te kijken van wie de beste groep geworden is. We tellen gewoon even snel bij elkaar op. Is dit een groep? Hebben we niet gedaan. Oh, de ex-winnaars, daar hoeven we niet naar te kijken. Oh nee, dit was ook een lezer. Zo, dan wordt de jury... Ja, lezer, dat is ook niet begrepen. Ja, ik weet niet of Jan nog muziek heeft. Dan gaan we dat achteraf. Deze raad zou we een dansje kunnen doen of zo, maar... De jury moet even een stapje terug doen. We zouden nu een prijs uitreiken voor de beste groep. Ja. En die prijs reiken we nu niet uit, want we zijn daar niet, de jury heeft vergeten het heel snel op te tellen. Maar ik beloof dat aan die prijs zijn 5 waardebonnen verbonden voor de groepsleden. En ik beloof dat de beste groep in de toren gepubliceerd gaat worden en de groepsleden krijgen alsnog hun waardebonnen. Maar we zijn met de. Het was even onder hoogspanning jureren. En we zijn vergeten om de groepen, de scores van de groepen bij elkaar op te tellen. Ik vind het een hele goede oplossing. Applaus voor de jury. Oké. Ja. Dan gaan we dus nu toch over tot de derde prijs. En die derde prijs bestaat uit waardebonnen van de Stichting Hardenberg Promotie. En die derde prijs gaat naar Gree Haandrikman. Gree Haandrikman, de derde prijs. Heel goed. En dan mag ik er nu bij zeggen dat Gree Haandrikman had 15 fouten. 15 fouten. Gree, jouw eerste reactie. Ja, dat had ik niet verwacht. Ik had gedacht dat ik veel meer fouten had. Verbouwereerd. Ja. Hartstikke mooi, 15 fouten. Heel goed. Dan hebben we de tweede prijs. En dat is een ballonvaart aangeboden door de Toren. En die gaat naar Gert Hamberg. Gert Hamberg, tweede prijs. En dan zijn we uiteraard benieuwd naar het aantal fouten wat Gert heeft gehad. 10. Ja, dat had ik even voor het laatst bewaard. Oh, ja, nee, Gert zelf zegt 10. Ik heb hier staan 11. 11, dat is toch keurig. Even voor de duidelijkheid ook even naar het publiek toe. Is dit de hoogste score ooit gehaald hier? Ja, zo weinig heb ik nog nooit gehad. Nee, vorig jaar had ik 13 volgens mij. Kijk eens al, er zit progressie in. Ja, zeker. Heel veel. En dan de eerste prijs. Dan gaan we naar de eerste prijs. En dat is de nieuwe editie van De Dikke Vandalen. Aangeboden door boekhandel Heijink. En die gaat naar Albert van Nuil. Albert van Nuil is de winnaar van het Groot Hardenbergs Dicté in het jaar 2016. Schitterende mooie wisselbokaal. En Albert van Nuil had 10 fouten. 10 fouten, zo dicht bij elkaar. Ja. En dat wordt Albert, jouw reactie. Ja, ik vind het fantastisch. Ik dacht zelf dat ik 9 fouten had, maar dat is waarschijnlijk eentje meer. Ik ben er ontzettend blij mee. Ik vond het best pittig, Dicté. Ik zag ook met de correctieronde dat ik een aantal dingen toch ook goed had. Nou ja, dat is ook wel gebleken. Ik ben er ontzettend blij mee. Hartstikke mooi. Van harte proficiat, de wisselbokaal mag je volgend jaar weer meenemen, want dan doe je gewoon automatisch weer mee. Ik wil graag de top 3. Kijk even naar de fotografen, de top 3. Even op de foto. Ja, ik vind dat eigenlijk iedereen er wel bij mag, hoor. Dat is voor de toren ook hartstikke mooi, voor de pers hartstikke mooi. Iedereen mag er even bij. De top 3 in het midden. Ja, nee, het is niet en daarnaast allemaal, de overige deelnemers. Ja, en geef ze nog een enorm applaus. Je zou gewoon een gemiddelde. De deelnemers. Ja, ja, nee, dat, ja, dat moeten hebben. We even anders organiseren, want... dat er iemand gewoon dan en in de tussentijd kan ik even zeggen, wij zijn TV en ook Omroep Noos, die zendt natuurlijk dit allemaal uit. Wij zijn TV zendt het gele dicté uit via haar kanaal te vinden op www.wijzijntv.tv. En iedereen kan later alsnog het dicté maken. Helemaal goed.
Oké, het zit er weer op voor vanavond. Maar we laten jullie niet naar huis gaan zonder dat we nog een paar hele belangrijke mensen bedanken. In de eerste plaats wil ik André van Stek bedanken voor weer een uitdagend dicté, mag ik wel zeggen. Want het leek misschien eerst makkelijk dat je dacht korte zinnen, maar het was pittig en het was ook echt pittig om na te kijken. André, van harte bedankt. Bloemetje voor jou. Een applausje graag. Nou, dat dicté, dat kan niet plaatsvinden zonder dat iemand het luid en duidelijk voorleest, of voordraagt bijna. En ik wil Ida Klifman graag naar voren roepen. Die was al stiekem in de achterhoede gaan zitten, maar we laten haar zo niet weggaan. Ook voor Ida een bloemetje. Ook een beetje topsport, hè? Die kun je voorlezen. En last but not least, onze presentator Jan Odink, die zich weer met verve er doorheen geslagen heeft vanavond. Jan, jij ook bedankt. Graag tot een volgende keer. Dan zeg ik nog even dat wij alle deelnemers hun dicté even weer overhandigen. Dat u het zelf ook nog even weer kunt bekijken. En dan wens ik u allen wel thuis. En bedankt voor de komst. En graag tot een volgende keer. Dank u wel. Cora Chaget, jij hebt meegedaan bij de ex-winnaars, hè, buiten mededinging. Je kon vandaag niet winnen, maar hoeveel fouten had je? Ik had 6 fouten. 6 fouten? Dus dat is eigenlijk nog minder dan de winnaar dus. Eigenlijk ben jij de winnaar van vanavond. Nou ja, zo mag je het dus eigenlijk niet noemen, maar ik vind dat ik met verve mijn eer heb hoog gehouden, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ik heb het niet horen zeggen. Wat vind je daarvan, dat dat niet genoemd is? Ja, nou, ik zou het eigenlijk wel even mogen noemen, denk ik. Ik wil niet lullig erover doen, Ik wil er niet moeilijk over doen, maar ja, het was toch wel leuk geweest. Zeker weten. En vanavond een borreltje opdrinken dan maar, denk ik. Zo is maar net. We gaan gewoon onze overwinning thuis vieren. Goed zo. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel.